De Mangolaan, die reeds jaren in zeer slechte staat verkeerde, wordt gerehabiliteerd. Ook de riolering wordt vernieuwd. En daar is Irma Ramdat heel blij om. Nou, ik vind het heel goed. Het gaat heel goed zijn voor schoolkinderen, want het was heel moeilijk voor ze om naar school te gaan. En je hebt ook achterop hier een appartement of zo en er komen heel veel toeristen hier. Voor hun is het ook zo moeilijk om te fietsen door die verzakkingen. En ja, ik ben heel blij. We hebben ook een zaak en mensen willen niet komen. Ze zeggen zelfs een cameramentje wil niet hier komen. En ja, mensen bellen eerst om te vragen, heb je dit? Want ze zeggen, ik ga mijn auto niet kapot maken. Ik weet niet of je de conditie van deze weg kent zoals hij dus eerder was voordat wij hier starten. Maar dat was niet goed te noemen. Dus vandaar dat hij is opgebracht binnen dat project. De Mangolaan is nu binnen het Talian 4 project samen opgenomen met onder andere de Paragrasweg en de Charlesburgweg. Op die manier proberen we een goede ontsluiting te maken van zeg maar, het verkeer welke zich moet verplaatsen van, oost naar, van het oosten naar het westen. Zeg maar Charlesburg, Paragrasweg, Mangolaan, Henk Aronstraat en verder en vice versa. En voor de buurtbewoners betekent dat dat ze vlotter en veiliger over de weg gaan kunnen. De Mangolaan is onderdeel van het Dalian 4 project. Momenteel is het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie samen met de directievoerder en de aannemer bezig de riolering aan te pakken. De weg die was zeg maar een bestrate weg. Het gedeelte voor dat was helemaal kapot. De ontwatering van de weg functioneerde niet optimaal. Dus vandaar dat we ook zijn begonnen met het rioleren. Er waren kuilen en bij een regen of zo, dan zaten die kuilen vol met water. En dan wist je gewoon niet waar je moest rijden. In de grote regentijd liep de straat gewoon onder water. En soms waren die goten zo vol dat het water bijna op de weg kwam. Ja, en dan, het was heel moeilijk voor schoolkinderen vooral. Kinderen die naar school gingen om door het water te lopen. Na de riolering willen we overgaan op het maken van de huisaansluitingen. En vervolgens gaan we dan echt over op de wegwerkzaamheden, het uitgraven van het bestaande wegdek. Dat is nu zeg maar, met bestrating en voor een deel is dat een onverhard deel. En daarna volgt dus zeg maar, het verkeersmeubilair. De oude situatie van de weg was niet alleen ondraaglijk, maar zorgde ook voor ongelukken. Ik ken wel schoolkinderen die ongelukken hebben gehad. Ik zelf heb geen ongeluk gehad. Maar wel. Er is ook ooit een truck van cement is omgekanteld. Wat wel met ons was gebeurd, we hadden een Mazda en mijn schoonvader reed over die straat. Was het zo slecht dat die pan van die auto, dat het kapot was gegaan. Het is voor ons een hele opluchting. Omdat klanten eerder niet naar hier wouden komen door die slechte staat van die weg. Ramdat doet een beroep op vooral de mensen die gebruik zullen maken van de weg nadat het opgeleverd wordt. Wat ik wil zeggen is dat ze voorzichtig moeten rijden, want meestal als een straat geasfalteerd is, dan beginnen die mensen te racen. En let op schoolkinderen, hou rekening met ze. De oplevering van de Mangolaan is gepland voor begin oktober. De weg zal een breedte hebben van 5 meter met een voetpad van 1,8 meter. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.